De samenleving wordt bijna dagelijks opgeschrikt door misdrijven waarbij mensen op klaarlichte dag het slachtoffer worden. Beelden van twee gevallen hebben de afgelopen dagen op social media voor opschudding gezorgd, waaronder het geval van een vrouw wiens auto bij het verlaten van haar woning bijna door dieven wordt meegenomen. Politiewoordvoerder Milton Kensmil geeft in een gesprek met de nieuwsdienst aan dat de samenleving alerter moet zijn op hun omgeving. Een van de meest voorname zaken dat van belang is dat men ieder de verantwoordelijkheid moet hebben om toch wel even op je omgeving te letten. Achterloos de winkel instappen, achterloos uit je voertuig stappen om een poort dicht te gooien. Ja, het portier open laten staan terwijl er een contactsleutel, terwijl er een sleutel in een contact zit. Dat soort zaken die moeten vermeden worden. Ik had het eerder over het achterloze naar de poort stappen. Als je uw terrein opkomt of als je van je terrein gaat, ja, let toch even op wie allemaal in de nabije omgeving zijn. Ja, laat ook duidelijk merken dat je oplettend bent. Kensmil herinnert eraan om geen portieren van voertuigen open te laten. Het is ook ernstig af te raden om het voertuig draaiende te houden terwijl er niemand in zit. Dan kan ik me best wel voorstellen de afstand tussen het voertuig en de poort. Als we kijken naar het laatste geval, het was niet zo'n grote afstand. Die mevrouw die vermoedde niks. Ja. Maar het is toch gebleken dat indien zij een beetje beter had opgelet op de omgeving, dat ze misschien andere voorzorgsmaatregelen had kunnen treffen door bij wijze van praten de portieren van het voertuig dicht te slaan. Ja, gewoon even staan en kijken naar de mensen in de omgeving, dat die het gevoel krijgen dat er wordt op me gelet. Dat kan ze al op andere gedachten brengen. En voor wat betreft voertuigen in de omgeving, ja, probeer de kleur, het kentekennummer van het voertuig dat ongebruikelijk in de omgeving van jou is, probeer dat soort zaken even op te nemen, signalementen van personen die bij jou in de omgeving staan. Er zijn verschillende manieren waarop iemand zich kan behoeden tegen een aanval van kwaadwilligen. Kensmil vraagt om de adviezen van de politie en beveiligingsbedrijven in acht te nemen.